Minister Pralatso Dien van Landbouw, Veeteelt en Visserij zegt dat er harde afspraken gemaakt zijn om lijsten voor ingezaaide arealen paddy te laten controleren door deskundigen. Voor aanvang van de vergadering van de ministerraad zei de bewindsman dat er wat ruis is over de lijsten, maar er inmiddels al resultaten van een doorlichting naar de president zijn gestuurd. Onderhandelingen kwamen na protesten over een tegemoetkoming die de boeren hadden gevraagd aan de staat. Er voor is gesteld om een onderleider van DC, een hoofd van dienstbelastingen daar, en laat iemand van Adron erbij zijn, nog een paar diensten. En laat zij door de lijst gaan. En toen hebben ze, nee, ook iemand van hun. Maar toen zei ik, nee, dan moet er ook iemand van de waterschappen erbij. Omdat die in die gebieden zitten. Dus die kunnen ook mee helpen checken. Die weten waar is ingezaaid, hoeveel er is ingezaaid. Omdat ze zelf van die polders zijn. En op hun verzoek zeiden ze, nee, dan laat dan twee LVV-ambtenaren erbij. Resortleider Oost en resortleider West, die kennen die boeren ook. Zo zijn we met elkaar gegaan in vrede, totdat ik meteen diezelfde avond hoorde van, nee, het gaat niet door, want de minister speelt de E2 met ons. Alleen van die negativiteiten. De minister zegt begrip te tonen als de boeren aangeven niet met hem te willen praten. Er loopt nu ook een onderzoek naar wat misstanden aan de kant van de boeren, besluit Sildien.